Ik ben Janne en ik verzamel mooie momenten, want daar word ik blij van. Zou u me willen helpen door een mooi moment van de afgelopen week te tekenen? We komen net terug van vakantie. Waar komen jullie vandaan? Thailand. Thailand. Ik ga iedere zondag eigenlijk altijd naar het bos, naar een graf voor mijn opa. En dat is echt mijn leuk moment, mijn rustmomentje. Dat is het. Zo blij van je met je kamer. Ja. Cool. Een kersenboom in de buurt van Randwijk. Daar kwam ik zomaar langs, al hardlopend. En toen heb ik een zak vol kersen daar gekocht. En die heb ik hardlopend meegenomen. En ze waren niet eens tot moes gegaan. Dus. Doe je goed. Het wonder van de trein is dat daar het onverwachte is. Mensen verwachten niet dat iemand een coupé binnenstapt met de vraag: hey, wat was jouw mooie moment van de week? En die verbazing, ja, die maakt het in de trein zo gaaf. Dames en heren, een mooi moment is als jij het waard vindt om hem echt te onthouden en er een positief iets uit kan halen. Bijvoorbeeld het moment dat mijn moeder stierf. Is dat objectief gezien een mooi moment? Nee. Maar op dat moment was het zo mooi en sereen dat het wel een mooi moment was. Als je let op die hele kleine dingen op een dag, want die zijn er elke dag. Ook al heb je een slechte dag, dan word je blij. Dat besef, dat is zo'n cadeautje en dat heeft mij zoveel gegeven. Dus ik dacht, we maken een website waarop we allemaal mooie momenten zetten. En dan kunnen mensen daaruit hun inspiratie halen. Die hele sfeer die slaat om in een coupé. Op het begin is iedereen nog een beetje zijn eigen ding aan het doen. En strak voor zich uit aan het kijken. En dan gaan ze tekenen. En dan worden ze steeds vrolijker. En dan gaan ze met elkaar praten. En ja, dat is gewoon zo kicken. Ik ben door een buurvrouwtje van de week uitgenodigd om mee te gaan fietsen. Let's see. What's your nicest moment of the week? Well, when I got here, of course. Not meeting you. We waren foto's aan het maken, aan het zingen, aan het dansen in de regen. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. En hoe het zit met de momenten in Denemarken en Bulgarije en India. Ja, wat zij meemaken. Wat zij meemaken, hoe dat gaat met contact in de trein. Ik heb geen idee. Ga je dan nog onderzoeken of er verschillen tussen zitten? Ja. De wereldtour is met een grote rugzak op naar continenten toe. En dan ga ik 1000 mooie momenten per continent verzamelen. Hoeveel mensen er om me heen zijn die zeggen: wauw, dit is zo gaaf. Ik ga gewoon meedoen, ik ga je helpen. Dat het blijkbaar niet is dat ik het een goed idee vind, maar zij ook. Ja, te gek toch?